We zijn vandaag in Eerbeek en ik ontmoet mijn naamgenoot, want ze heeft een hele leuke vraag voor ons. Ik vroeg me af hoe afvalwater precies gezuiverd wordt. Dus laten we Walter opzoeken, hij kan ons daar meer over vertellen. Hey Walter! Naomi heeft een hele leuke vraag voor je. Ik zou wel eens willen weten hoe afvalwater precies wordt gezuiverd. Nou, dat kunnen wij doen. Wij zuiveren hier het afvalwater van 3 papierfabrieken. En dat is dus industrieel afvalwater. Bij alle zuiveringen kun je het in 3 stappen indelen. Eerst probeer je alle vaste bestanddelen uit het water te halen. Dat doen wij hier. Hier bezinken alle vaste bestanddelen naar de bodem van dit bassin. En vervolgens gaan we het water in de volgende stap, daar neem ik jullie mee naartoe, verder zuiveren. En wat gebeurt er met die vaste bestanddelen die hier naar de bodem zinken? Die vaste bestanddelen worden hier onder de tank uit afgepompt en worden dan ontwaterd. En dan gaat het naar een fabriek die daar een grondstof van maakt voor de bouwindustrie. En wat voor bouwstof wordt er dan van gemaakt? Dat is een beetje cementachtige bouwstof die ook gebruikt kan worden om grond te stabiliseren of onderwegen aan te brengen en dat soort zaken. Dus we zijn nu bij de tweede stap in het proces? Ja. Wat gebeurt hier? Wij zijn hier nu op het hart van de biologische zuiveringsinstallatie. Biologisch zuiveren betekent dat je dat met bacteriën doet. Als dat gebeurd is, dan wordt de rest van het water gezuiverd, of de rest van de vervuiling, in die bak met bacteriën die wel zuurstof nodig hebben. En dan is het water schoon genoeg om naar de IJssel te gaan. Wat doen jullie met het biogas? Het biogas wordt gereinigd van zwavel en kan dan gebruikt worden als aardgasvervanger in de papierfabriek. Dus dat is een heel circulair proces? Heel circulair proces, klopt, ja. En duurzaam. Wat gebeurt er nou in deze waterbakken? Ja, dit is het laatste zuiveringsstap. En dan is het water eigenlijk aan het einde van deze bak al zo schoon dat het naar de IJssel moet. Alleen moeten dan de bacteriën die het werk hebben gedaan nog gescheiden worden van het water. En dat gebeurt in de allerlaatste bak. En gaat dan al het water naar de IJssel? Nee, sinds kort kunnen wij het water door nog een extra zuiveringsstap terugleveren aan de papierfabriek. En dat bespaart heel veel grondwater. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou, is voor jou alles duidelijk? Ja. Nou, gelukkig. Vond je het ook een leuke dag? Zeker, het was heel interessant. Nou, daar ben ik echt heel erg...